Philip Walkaten, jij bent cabaretier van oorsprong. En nu heb je dan je eigen glossy opgericht. Ja. Waarom moet jij een eigen glossy hebben? Nou, omdat je eigenlijk niet meer zonder eigen glossy kan. Iedere Nederlander heeft er recht op om zijn eigen glossy te beginnen. En ik heb daar een aanzet toe willen doen. Het is echt een glossy voor de onbekende Nederlander. En interactief. Dus jij bepaalt wat erin staat. Dat was mijn doel. Hoe ben je tot het proces gekomen van het oprichten van deze glossy? Nou, ik heb een redactie om me heen verzameld. Toch wel 60 man sterk. En we zijn begonnen met marktonderzoek. En daaruit kwam eigenlijk de conclusie dat het moet zijn voor de leeftijdloze man van rond de 40. En vrouwen die zich zo jong voelen als ze zijn. Maar ook voor kinderen en bejaarden. Dus eigenlijk voor iedereen moet het zijn. Maar dat heb ik dus met mijn redactie uit zitten pluizen. En het leuke is, ze hebben me ook uitgeroepen tot man van het jaar van mijn eigen blad. Ik ben heel unaniem. Ik ben heel vereerd. Waarom is het belangrijk om man van het jaar te zijn? Omdat je dan kunt laten zien dat ook jij iets kunt veranderen aan de wereld. Het is een spiritueel blad, geëngageerd, maar toch vrijblijvend. Je kunt iets voor het milieu doen, maar het moet niet te veel moeite kosten. Dat is de 21ste eeuw. Als Linda een eigen glossie kan hebben, dan kan iedere Nederlander dat doen. Want je hebt recht om er bovenuit te reizen als persoon die het geluk nastreeft. Geluk is maakbaar. En trendy ook. Dus inderdaad gekozen voor mijn eigen gezicht en mijn eigen naam. Dat is eigenlijk hoe je het moet doen in Glossyland. Dat zie je ook hier. En, maar hij verschilt uiterlijk, verschilt hij niet van de glossies hier. Innerlijk wel. Maar verwacht je stevige concurrentie? Hele stevige concurrentie als je even goed hier kijkt. Het blad De Karin. De Karin is gemaakt door Karin. Kijk, Karin heeft niet gekozen voor haar eigen beeldnis, maar voor een opgegeten broodje en een lauwe koffie. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor mijn eigen gezicht. Dat je een mooie stift pakt, een leuke kleur. En dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou vandaag ga ik in mijn interactieve glossy, deze dus, ga ik een tekening maken van de cameraman bijvoorbeeld. Staat met de camera. Hij kan niet zo heel goed tekenen, maar dat je met een camera, ik weet niet hoe dat zo eruit ziet en dan film. En van de onbekende Nederlander Philip Walkaten is vandaag gefilmd met zijn eigen glossy. Maar op een andere dag zou je iets heel anders kunnen doen. Dan kan je iets inplakken of iets knippen of een gedicht maken, bijvoorbeeld over de liefde. Je kan ook gewoon iets eruit scheuren. Dat kan gewoon. Dat kan met mijn glossy. En dan kan je met dit papier weer iets anders doen. Dit is het artikel over mijn burn-out. Totale leegte. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, we stoppen dit blad erin. De Karin in de Philip. Een glossy in een glossy. Alweer een goed idee. Ik zit echt vol ideeën. Ik lijk wel de ideeënbus van de overheid. Alleen ik doe er iets mee. En dan heb je een prachtige glossy. Moet je kijken. Allemaal mooie foto's. Dat kan dus allemaal. Je kunt er van alles nog wat in doen. Dus het is jouw leven. Je kunt ook zeggen, we halen de hele inhoud eruit. Je doet gewoon, rats, weg ermee. Ja, dat je zegt van, ik wil dat blad niet. En dan blijft dit over. Zo interactief is mijn blad. Koop dit blad. En verhef jezelf, verlicht jezelf. Ga lekker aan de slag met je eigen blad. Jij kunt het ook, iedereen kan het. En kom naar mijn cabaretprogramma. Leg ik wat meer uit. Mooie foto, hè? Mooie man is dat.